handen van zuster Martha Baalbergen moeten in Joka op Nieuw-Guinea achterblijven wanneer hun meesteres met dokter De Vries, de directeur van het hospitaal van Hollandia, uitvaart voor een dienstreis naar een van de kampongs aan het Sentani-meer. De boottocht over deze plas, die zo groot is als de provincie Utrecht, is een tocht door een landschap dat door zijn rijke gevarieerdheid diepe indruk maakt. Via een inham aan de overzijde van het meer bereiken de dokter, de zuster en hun helpers de kampong Doyo Lama, die thans aan de beurt is voor medische hulp. De bevolking van dit Papua-dorpje is al op de hoogte van de komst van het team. De moeders en vaders weten dat de dokter en de zuster komen om hen en hun kinderen medisch te onderzoeken en zo nodig te behandelen, om hen te bevrijden van lichamelijke kwalen. De schooljeugd komt het eerst aan bod in het gebouw dat zich hiervoor het beste leent, de kleine dorpsschool. De kinderen worden onderzocht op tuberculose, frambeuzia en malaria, ziekten die hier het meest voorkomen. Ernstige tuberculosegevallen worden uit de gemeenschap afgezonderd en ter verpleging opgenomen. De kinderen onderwerpen zich gewillig aan het onderzoek. Kastje open, poppetje gezien, kastje dicht. Na het schoolonderzoek, dat ongeveer 2 uur duurt, heeft in de woning van het dorpshoofd de eigenlijke behandeling van de zieke leerlingen en van de andere kampongbewoners plaats. Het huis van de eerste burger is dan tevens zuigelingen- en kleuterkliniek. De Papua-baby's hebben net zo min van de dokter terug als welke andere baby ook. Maar de moeders weten even goed als elke andere moeder dat die geneesheer en zijn helpers het beste met hun kleinen voor hebben. Penicilline-injecties ter genezing van de frambeuzia zijn hier aan de orde van de dag. De Papua's zijn op dit geneesmiddel gebrand en komen er tegenwoordig zelf al om vragen. Een week na dit onderzoek zal het medische team het dorp opnieuw ter controle bezoeken. Aan het Sentani-meer liggen nog 14 andere kampongs waar dit heilzame werk verricht wordt. Overal toont de bevolking zich zeer dankbaar.